Pim de la Parra, de godfather van de Surinaamse film, is vrijdag na een kort ziekbed op 84-jarige leeftijd overleden in Paramaribo, zo meldde zijn familie. Pim de la Parra werd bekend door de film Blue Movie van 1971, die met zijn gedurfde erotische inhoud een doorbraak betekende voor de Nederlandse cinema. Zijn grootste succes was ongetwijfeld One People uit 1976, een van de belangrijkste Surinaamse speelfilms die meteen ook zijn reputatie als invloedrijke regisseur bevestigde. Het is de film die elke Surinamer kent en elk jaar rond de onafhankelijkheid te zien is op de Surinaamse televisie. One People heeft ook internationale vertoningen gehad, waaronder in Nederland en Aruba en Cuba. One People, een romantische en politieke film met Borger Breeveld in de hoofdrol, werd in 2010 gerestaureerd en was daarmee opnieuw te zien in de Surinaamse bioscoop. Pim de la Parra maakte ook andere films als Frank en Eva en Lost in Amsterdam. In 1991 ontving hij een speciale prijs voor zijn oeuvre bij het Nederlands Filmfestival en werd in 2021 in Suriname benoemd tot officier in de ereorde van de Gele Ster. Vele huidige filmmakers zeggen hun inspiratie te hebben van de initiatieven van de la Parra. De filmmaker laat twee dochters en twee kleinkinderen na.